the love that could never be doesn't occur every day. Something to keep for eternity. Hold on tight, you'll find the way. Beter moeten weten. Als een kind dat vergeet, wist ik niet wat ik deed. Ik had misschien zoiets als twijfel moeten krijgen, omdat ik bezweek toen ik naar je keek. Remco Veldhuis, 35 jaar, cabaretier. Richard Kemper, 38 jaar, cabaretier, de helft van Veldhuis en Kemper. En allebei staan we in de voorstellingen. We moeten praten. Ja, oh ja, heel goed. Ja. Wat krijgt een vrouw cadeau bij 6 maanden FIFA? Een vibrator. Daar hoor je maar. Een vibrator. En dan staat erbij, vanaf nu af aan heb jij niemand meer nodig. Jij kan het lekker helemaal zelf. Moet je dat eens omdraaien. Moet je eens voorstellen dat mannen bij 6 maanden autoweek een opblaaspop of een robosukker cadeau zouden krijgen. Nee. Onacceptabel zou dat zijn. En dat er dan bij zou staan, vooral als er even geen ruk meer aan het leven is en jij het allemaal niet meer in je eentje trekt. We moeten praten. Onze nieuwe cabaretvoorstelling gaat over de vraag, wanneer moet je nou praten in een relatie en wanneer moet je je kop houden? En daar worstelen we allemaal mee en we doen het ook allemaal verkeerd. En sommige relaties sneuvelen daardoor en andere redden het toch. En in deze voorstelling in het bijzonder gaat het dan over de twee hoofdrolspelers, twee personages zeg maar, die het talent hebben om het verkeerde op het juiste moment te zeggen en het juiste op het verkeerde moment. Zijn wij nog een beetje elkaars beste maatjes? 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 Krijg ik instant een droge doos van, weet je dat? Maatjes. Denk aan je woorden, we zijn toch geen haringen? Maatjes. Jij bent voor mij nog steeds mijn allesie. Ach, mijn allesie, walgelijk. Je zit niet met Rachel Hazes. Bij mij loopt alles uit de hand in de voorstelling naar aanleiding van een vakantieverhaal. Dat ik met mijn gezin op een all-inclusive vakantie ga en ik vind het afschuwelijk daar. Ik wil de hele tijd wegkomen, dat lukt niet. Dat is in die zin autobiografisch, dat ik met mijn gezin inderdaad meerdere malen op zo'n all-inclusive vakantie ben geweest. En ik het altijd hartstikke leuk vond. Alleen dat is niet zo interessant voor een cabaretvoorstelling. Hé, hey, Inge, moet je kijken. Inge, ze staat er gewoon tussen. Pizza, pommes en spaghetti, dat is onze leidenschap. Pizza, pommes en spaghetti, en dazu orangensaft. Over het algemeen herken ik voornamelijk in die voorstelling, als ik naar mezelf kijk, maar ook naar mijn vriendenkring, het geworstel. Gewoon van mannen. Het pure, het onhandige geworstel. Waar moet ik nou heen? Wat wordt er van me verwacht? Waarom moet ik de ene keer als een pornoster in een vrijgezellen scene rondgaan en de andere keer moet ik juist heel lief en teder en als ik niet bel op tijd zijn ze weer weg. Het worstel, heel veel vraagstukken van wat willen ze nou van ons? Als de avond bijna om is, ga jij alvast naar bed. Je kijkt of alles uit is, voordat jij de wekker zet. We zijn dit jaar 10 jaar bij elkaar. Het was een gearrangeerd huwelijk. Een wederzijdse vriend die zei, jullie moeten elkaar ontmoeten. Want die wist dat we allebei van cabaret hielden en er ook iets mee wilden doen, maar niet alleen. En ja, wat is begonnen met een schuchtere ontmoeting op een maandagavond, is nu 10 jaar later dit cabaretduo. Was ik in een romantische bui of zo, zei ik, schatje, zal ik jou boven eens even lekker alle hoeken van de slaapkamer laten zien? Zei ze, alle hoeken? Dat zijn er 4 is. Hoe ga je dat doen in jouw volle 12 seconden? Ja, ze kent je goed. Ik haal op een gekke manier haal ik heel erg inspiratie uit Amerikaanse sitcoms. Dat is niet zo'n hoogdravende kunstvorm. Maar zoals zij daar humor maken door karakters te ontwikkelen die in situaties komen. Zoveel anders dan bijvoorbeeld stand-up comedy. Dat vind ik iets ongelooflijk knaps. En ik vind dat probeer ik in ieder geval ook heel erg met Veldhuis en Kemper te bereiken. Niet zozeer grappen maken als wel situaties waarin de twee personages die wij spelen verzeild raken. En dat lukt steeds en steeds beter. Tada! Oh, ja. Ja? Leuk. Ja. Nee, ja, echt nee. Ja, mannelijk, maar ook weer niet te macho. Nee. Nee, ja, echt heel leuk. Nou. Ja. In 2003 zijn we allebei pas gestopt met onze reguliere baan in het bedrijfsleven, zeg maar. En dat waren best, in jouw geval zeker, drukke banen. En tussen 2003 en 2008, eind 2008, heb ik het idee
gehad dat we waren het nog steeds in ons hoofd allebei. In dit programma zijn we allebei 100% cabaretier. We hebben het gemaakt vanuit een soort rust. Wij gaan ons vijfde programma maken, want we maken namelijk gewoon programma's. Dat is namelijk ons, dat hoort bij ons inmiddels. Okay. Nou, pas geleden had ik pech. Serieus. Ja. Ik sta langs de kant van de weg, ik bel de wegenwacht, ik denk geen nood. Straks komt er hier een man met een baard en roos op zijn schouders. Die gaat anderhalf uur in mijn motorkap kijken en dan is het probleem opgelost. Wat denk je? Een blonde vrouw met een paardenstaart. Die met één simpele handbeweging die auto weer aan de praat krijgt.